Op 20 april zal de legendarische musical Les Misérables opnieuw in première gaan. Het stuk zal dan te zien zijn in het nieuwe Luxor Theater van Rotterdam. Les Misérables is een van de eerste musicals die ooit in Nederland is opgevoerd. En vandaag was de eerste repetitiedag van de musical. En dan verloopt natuurlijk niet alles vlekkeloos. Vandaag was de eerste repetitiedag van Les Misérables. De cast was druk aan het oefenen om een van de mooiste en grootste musicals uit de geschiedenis goed uit te voeren. De musicalsterren doen hun uiterste best, maar niet alle scènes gaan altijd even goed. Master of the House bijvoorbeeld is een heel complex, groot nummer wat gedaan moet worden met heel veel dingen en heel veel handelingen. Dus dat wordt nog wel een heel ding, wordt dat. Het is geen makkie. Nou, ik heb een solo in de tweede acte. Nummer heet Empty Chairs, Empty Tables. Lege stoelen, lege tafels. En dat is een heel lang, heel prachtig, intiem, klein nummer. Gevoelig. En dat is wel een ding dat ik zoiets heb van... Nee, het is... Ik ben er gewoon achter gekomen dat het gewoon nog zwaarder is dan ik al dacht. En dat het gewoon heel veel discipline gaat vergen. Ook gewoon in mijn rust nemen. Maar er is niks bij waarvan ik nu denk van, oh, dat gaat niet lukken. Maar het is gewoon veel. Een musical moet elke dag goed worden uitgevoerd. Want alle fouten die de acteurs maken zijn voor het publiek zichtbaar. Ook kan er niks overnieuw worden gedaan. De musicalsterren hebben dus alle reden om zenuwachtig te zijn. Nou, de eerste keer is het oh mijn god, mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Dan ben je echt doodnerveus. Het heeft wel een verschil hoor. Ik bedoel, als je met de première opgaat, dan sta je stijf van de zenuwen. Dan heb je alleen maar zoiets van, ah, dat moet goed lopen. En na 200 voorstellingen ga je het toneel op met zoiets van, ah, lekker. Mensen vragen wel eens aan mij van, als je iets 7 of 8 keer in de week doet, dat is wel niet leuk 7 keer in de week. Nou, het is veel, het is fysiek bijna niet vol te houden. Dat is een reden waarom het soms niet fijn is. Maar op het moment, elke keer dat die voorstelling weer begint, om 8 uur, ja, dat is het mooiste wat er is. Het verhaal speelt zich af in de 19e eeuw. Het gaat over het leven na een gevangenisstraf en speelt zich af tijdens de Franse Revolutie. Het is dus voor de acteurs een ver van mijn bedshow. Nee, dan zijn gewoon bepaalde dingen die ik aan mijn eigen leventje kan meenemen wel daarin. Dus niet echt dat ik op haar lijk. Nou, het is wel heel erg oprecht en eerlijk en goed. Ik zou niet zo ver willen gaan dat ik dat ook zou zeggen dat ik het ook zo ver ben. Maar in zijn streven naar sociale rechtvaardigheid, in zijn strijd tegen vooroordelen. En in zijn pogingen om wel goed te doen, dat heb ik ook wel. Alleen denk ik dat ik daar minder in slaag dan Jean Valjean. Dat moet je aan Jermaine vragen, moet je nu vragen. Nou, ontzettend. Ik vind hem heel erg op zijn personage lijken. Hoe bedoel je, lijk ik op mijn personage? Ja, ik ben toch met andere woorden, ik ben een klootzak. Een vieze herberg hier. Hoe durf je? Hoe durf je? Ik zeg dat je een klootzak bent. Maar? Ja, klein beetje. Van je collega's moet je het hebben. Ja! Yeah!